En je hoort zoveel verhalen van iedereen en van, ja, van al die acteurs en films en wat er wel gaat winnen en wat niet en wie een grote kans maakt en zo. Dus er hangt echt al zo'n sfeer. En het was helemaal zo, ik was er nog nooit geweest. En toen zat ik in de zaal, vooraan. En toen, toen met de beste Nederlandse acteur, toen was het opeens Martijn Lakenmeijer. En ik was er voor het eerst. Ik had voor de film waarvoor ik hem kreeg, dat was mijn eerste film, ik had nog nooit iets gedaan. En ik wist amper iets van film af. Dus dat was echt zo gek gewoon. Echt heel gek is dat. En de volgende dag gewoon weer naar school natuurlijk. We zijn hier in de bronschieterij Flash in Balk in Friesland. En ik heb net daar mijn handdruk in het klei gedrukt voor in de Walk of Fame. Ze hebben net gips helemaal eroverheen gedaan. En dat is nu hard aan het worden. Dat heeft hij 5 minuten geleden gedaan. Het is nu al helemaal hard. Ik weet niet precies wat ze dan gaan doen, maar ze doen het in een oven. En het wordt dan helemaal hard en uiteindelijk wordt dat een tegel gewoon. En dat komt dan in de straten liggen ergens. Het is super vet gewoon. Je mag gewoon, het is keihard is dat klei. Dus ik zet mijn hand erin en ik kom amper dat klei in. En die man drukt zo. Drukt mijn hand erin. En dat is echt te gek, jongen. Echt vet.